Kostas, je weet op voorhand dat dit een hele belangrijke wedstrijd is. Hoe zuur is dan deze nederlaag? Ja, enorm zuur. En we wisten dat we met de overwinningen goede punten of goede zaken zouden doen. Of in ieder geval gelijkspel spelen, waardoor je toch Fortuna onder je houdt. Helaas is dat niet het geval. En is enorm balen. Is moeilijk uit te leggen. Ik denk dat we gewoon gevochten hebben. Alleen dat was gewoon niet genoeg. We zijn goed bezig, goede lijn. Alleen is nu de derde wedstrijd op een rij. Dat we niet winnen. En dat is doodzonde. We moeten zo snel mogelijk rijden. We moeten zo snel mogelijk punten halen. Er komt een hele drukke periode in januari. Daar moeten we gewoon klaar voor staan. Punten halen, zodat we een beetje loskomen van de onderkant. Als je kijkt naar deze wedstrijd, waar hebben we dan vandaag laten liggen, denk je? Dat we gewoon, we hebben wel gevochten. Alleen duels te veel verloren. Ook tweede helft vond ik ons niet genoeg gevaarlijk worden. Juist in eerste instantie hebben we goed gevoetbald, juist vooruit verdedigend en ineens gaan hun druk zetten. Ja, en daar kunnen we niet onderuit komen, hebben we niet de juiste opties. In ieder geval moet je gewoon jouw persoonlijke duels winnen. En proberen ook af en toe een balbezit te houden. Dat is gewoon helaas niet gelukt. Ik heb een beetje het gevoel ook zoals de Sparta, weet je. Zodra de clubs de strijd in gaan gooien, dan lijkt het of we een beetje tekort komen. En dat is doodzonde, want tot nu toe hebben we... punten gehaald. We hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen. Dat we ook tegenstanders moeilijk kunnen maken. En het is gewoon zonde dat we met lege handen steeds naar huis gaan. Hoe frustrerend is dat dan? Om toch enorm, enorm frustrerend. Echt, links en rechts heb je een ander interview en dan heb je een lach. Ja, dat is gewoon normaal. Alleen van binnen is gewoon vreten. De eerste seizoen zat ze natuurlijk erop. Hoe kijk je terug op het afgelopen half jaar? Met gemengde gevoelens dan? Ja, zeker met gemengde gevoelens. Je zou kunnen zeggen dat volgens veel mensen dat boven verwachtingen presteren. Alleen we werken keihard. En ik vind dat we minimaal 3 of 4 of 5 puntjes erbij konden hebben. En we moeten daarin groeien. En als we dat hadden gedaan, dan was het een stuk makkelijker. Had je weer iets meer ruimte, kon je weer ademhalen. En nu zit iedereen kort op elkaar. En je mag niks...